Welkom in Geithoorn. Vakantiepark Giethoorn. En het is met recht een waterpark, want het ligt hier direct aan het water van Giethoorn. En het Grote Meer. Mijn prachtige vierpersoon chalet. En ik ga hem jullie even laten zien, dus kom mee. Deze chalet is klein, maar fijn. En hij ligt prachtig aan het water. Je hebt je eigen sloep, waarmee je kan gaan varen, een elektrische. En twee slaapkamers. Dat is één. En dit is de andere slaapkamer. Met een tweepersoonsbed. Er zijn ook twee badkamers. Dit is één badkamer en bij de andere slaapkamer zit nog een badkamer. Dus er zijn twee slaapkamers en twee badkamers. Dit is badkamer nummer 2. Woonkamer. Mijn tafel en keuken. Maar ik ga niet koken, want je kan hier op het park ook eten bij het eetcafé, wat net helemaal vernieuwd is. Oké. Daar gaan we. Varen. Met een volledig opgeladen boot kan je 5 uur varen. En daarna moet hij weer aan het stroom. Woehoe! En nu rechtdoor. Hij gaat de hele tijd zo, en dan zo, en dan zo. Ik ben niet gemaakt als kapitein, maar het is wel leuk. Bootje varen door Giethoorn. En het leuke is, wat nu het Venetië van het noorden is, was vroeger gewoon een armoedig dorpje. Dat is toch haast niet voor te stellen met al die leuke, schattige huisjes. Wauw, supermooi. Oh, die lekkere hoge bruggetjes de hele tijd. Bij het eetcafé hier op het park kan je lekker eten en ze hebben uitgebreid pannenkoeken en spareribs op de kaart staan. Dus die ga ik eens even uitproberen. En als je dan de hele dag gelopen hebt of gevaren of buiten geweest bent, dan is het wel heel lekker dat je gewoon eventjes kan neerploffen op het terras en niet nog zelf hoeft te koken. Jammer hè, dat je door zo'n filmpje niet mee kan eten. Wat rusten. Warm. Helemaal zweterig. Nou ja.